Het doel van digitalisering van de gezondheidszorg is ervoor te zorgen dat burgers betrokken zijn in alle gezondheidsprocessen. Dit was de rode draad bij de persconferentie van het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het Information System for Health, SI4H. Volksgezondheid wil de samenleving op de hoogte stellen van de nieuwste initiatieven en projecten die momenteel worden uitgevoerd. Minister Amara Madin geloofde dat deze verandering de patiënt centraal zal stellen en de gezondheidssector bevorderen. Dit zullen we moeten bereiken door het versterken van de planning, het beheer en het management van de zorg. Doordat er nu data centraal beschikbaar is. Het verbeteren van de IT-infrastructuur, het beschikbaar maken van gegevens voor klinische zorg en het maken van beleid op basis van deze beschikbare gegevens. Er zullen heel veel vragen zijn bij u. En zo met u de gelegenheid om naar aanleiding van de presentaties, gedetailleerde presentaties van ons team, het een en ander na te vragen. Het transformeren van de manier waarop de zorg wordt uitgevoerd door middel van digitale zorg en nieuwe technologische ontwikkeling. Denk hierbij aan digitale portalen, apps op de telefoon, telehealth voor het middenland. Maar ook nog moeten wij het vergaren van kennis op basis van digitale gegevens en het verbeteren van de toegang tot deze kennis, welke uiteraard de zorg zal gaan versterken en onze zorgresultaten zullen moeten gaan verbeteren. De bewindsman ging verder in op de voordelen die digitalisering met zich kan meebrengen. Gezondheidsautoriteiten werken aan een structureel plan van aanpak voor de toekomst. Vooral als ik denk aan het beleid en ik aan mijn andere directeur of directeur vraag, directeur, hebt u een idee hoeveel personen in het land op dit moment roken? Hoeveel personen gebruiken een bepaald type insuline? Hoeveel personen kunnen we voorkeurs maken voor beleid, voor budgetallocatie? Hoe staan we met public health? Is er op dit moment een dreiging? Merk je dat er misschien heel veel rapportages komen van het gebied in Komowee en Alkmaar of zo? Zijn er veel diarreegevallen? Dat kan je niet weten als je een zaak op papier hebt en je nog steeds het bijhoudt. Iemand wil dat analyseren. Want zolang je niet analyseert met individuele gevallen, geef de journalisten die bellen vaak, is er nog sprake van een uitbraak hier, een uitbraak daar. Ik kan het niet zeggen. Ik kan het niet zeggen met een klik op de knop. Wat ik het niet heb. Maar als er zaken zijn die worden gerapporteerd, komen er alarmsignalen binnen en dan kan er een analyse-team vanuit digitalisering ook analyses gemaakt worden. Het ministerie kan voorbereid worden op hallo, let op, er zijn te veel diarreegevallen deze week geconstateerd in een bepaald gebied en u moet waarschijnlijk daar even de vinger aan de pols houden en even kijken wat er aan de hand is. Het SI4H-team is een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid en is belast met het assisteren en ondersteunen van alle belanghebbenden bij de overstap naar en het gebruik van digitale gezondheidszorg in Suriname.